Sommigen noemen het een vorkvlag. Ik noem het een vorkdoek. Het is gemaakt van gerecycleerde petflessen. Ecologisch product, supersterk. En je kunt het gemakkelijk mee naar buiten nemen. Het mag vuil worden. Je steekt het in de wasmachine op 60 graden. En waarover gaat het? Het vorkmodel die ik erop geprint heb. Mijn naam is Rudy Vandamme. En ik ben al jarenlang bezig om professionals te helpen rijkere gesprekken te voeren. Ik denk aan leraren met leerlingen, leidinggevenden met medewerkers, maar ook zorgkundigen, artsen, verpleegkundigen met hun patiënten, mensen met burgers, enzovoort, enzovoort. Iedere professional die gesprekken voert, kan veel rijkere gesprekken voeren door een klein beetje methodiek toe te voegen. En het gaat niet over therapie, het gaat niet over oplossingen aanreiken of adviseren. Het gaat hem eigenlijk over een dialoog voeren. Wat ik even ga doen is het model snel overlopen. Het begint altijd met de steel van de vork. Een aanmelding, een hulpvraag, maar het kan ook een thema zijn die je zelf aanbrengt, een onderwerp. En wat we dan meestal doen in gesprekken, is het problematiseren. Je plaatst het in een kader van iets dat je verward, iets dat je last mee hebt, waar je dan het gesprek over voert met de ander. Maar vanuit de coaching van de jaren 90 weten we dat oplossingen aanreiken alleen maar een status quo in stand houdt. Veel beter is het om scheppend bezig te zijn. Wat wil je bereiken? Doelen te formuleren, smart. En dan kun je acties formuleren en die acties helpen je doel te bereiken. En jij begeleidt de anderen in het bereiken van dat doel. En je kunt leren uit je mislukkingen en je successen om het doel te bereiken. Project noem ik dat. Projectspoor. Dat is heel concreet, aards. Belangrijk om dat te behouden, want het is een actiegerichte aanpak om resultaten te bereiken. Maar de persoon waar je mee spreekt, de leerling, de medewerker, de patiënt, cliënt, is meer dan alleen maar acties en doelen. Hij is ook een totale persoon. Het gaat over identiteit. En dit spoor, identiteitsspoor, gaat over je levensverhaal, het narratieve element, je zelfkennis. Wat zijn je talenten? Wat is je rugzakje? Heb je controle op je patronen? Wat is je kernkwadrant? En dan je waarden, je overtuigingen, je mindset, je delen. En welke fase van je leven zit je nu? En wat is je volgende stap in je leven? Op dit spoor gaat het dus niet over resultaten halen, maar over narratief, een verhaal vertellen, jezelf kennen, keuzes maken met wie je wil zijn, je identiteit construeren. En je kunt de ander daarbij helpen door die methodes te leren en door je beeld terug te geven die jij krijgt van de anderen en de ander daar zijn vrijheid in te geven. Er is nog een ander spoor erbij gekomen voor mij in mijn werken met mensen en dat is het grotere geheel. En dat is dat wij allemaal een plek hebben in de gehelen. Die zijn niet buiten ons, we zijn daar deel van. En als je een goed gesprek voert, dan ga je dat ook in beeld brengen. Waar zit je verbinding met de gehelen? Ben je als leraar verbonden met die school? Of medewerker met een organisatie? Hoe sta jij in de maatschappij? Meestal gaat het over een pijnpunt waar veel mensen mee zitten. Je thuis voelen in een grotere geheel is echt een thema geworden in deze tijd. En dit spoor is heel belangrijk om je zingeving te construeren. Want het grotere geheel is de plek waar jij een bijdrage aan wilt leveren. En dat is groter dan jezelf. Je doet het niet voor jezelf, je doet het voor het goede. Maar je bent er ook deel van. Dus zingeving is de koppeling die je maakt vanuit wie dat je bent aan de bijdrage, aan de ontwikkeling van de gehele waarin dat je behoort. Dat is het waartoe van je leven. En je bent daar echt deel van. Het is een deel van je identiteit. Dit is het spoor van individuatie. Dit is het spoor van participatie. Je maakt jezelf door deel te zijn van dat geheel. Met die twee sporen, identiteit en je verbinding met die gehele, heb je een basis om welgevormde projecten te doen. Dus in de plaats dat we alleen maar bezig zijn met doelen bereiken en oplossingen aanbrengen, gaan we veel meer onszelf funderen op wie dat we zijn en de why, de waartoe. En dan worden projecten welgevormd. Het westers patroon is dat we veel te vaak in projecten schieten en dat we de basis missen. die eigenlijk de waarde creëert. En dan zie je nog een bovenste spoor. Een bovenste spoor gaat over hoe je bezig bent met de voortgang op die andere sporen. De bekwaamheid van zelfsturing. En hier zie je drie pijltjes staan. Je hebt de bekwaamheid om doelgericht te werken, om met je projecten voortgang te boeken. Doelen formuleren, acties doen, discipline, leren, volhouden. Een tweede pijltje gaat over je bekwaamheid om bezig te zijn met de voortgang in jezelf, in je leven, met wie dat jij bent. Je bekwaamheid om jezelf te kennen, je bekwaamheid om je patronen onder zelfsturing te kennen, om je valkuilen te controleren. Je bekwaamheid om keuzes te maken, om je talenten in te zetten. Dat is het tweede. Het is ook een bekwaamheid die je in het gesprek kunt aanbrengen en je de ander daarin helpen. De derde is de bekwaamheid om te weten waar je verbinding zit. Om te weten waar je zingeving zit. En daar beter in te worden om te participeren en je idealen van het goede waar te maken. Zelfsturing, je kunt daar bekwamer in worden. Zo'n leerproces. Dus met die vier sporen hebben we ook vier heel belangrijke elementen van ontwikkeling. Hoe ben je bezig? Je bekwaamheid van aansturing, van regie. Wat je doet, concrete resultaten. Wie je bent, jezelf zijn, je authenticiteit tot uitdrukking brengen. En de why, het waartoe dat je dingen doet, de grotere gehele waarin dat je een plek hebt. En met dat vorkmodel wil ik je uitnodigen om vragen te stellen, om het gesprek te leiden en dat model te gebruiken als een structurerend element. Elk spoor heeft zijn vragen. En als je dan antwoorden krijgt, dan kun je die informatie plaatsen op de juiste plek van dit vorkmodel en daar weer ook verder werken. Dat model helpt je dan ook om te zien waar dat bij de andere de grootste winst te boeken is. Heeft hij wel zijn doelen geformuleerd? Kent hij zichzelf? Weet hij waar hij verbonden mee is? Hoe bekwaam is hij in zijn aansturing? En je kunt daar in dit handboek ontwikkelingsrecht coachen, is natuurlijk in het coachkader, maar is voor alle professionals bedoeld die ontwikkelingsgesprekken willen voeren met andere mensen. Leerlingen, medewerkers, burgers, patiënten, cliënten, klanten enzovoort. Of je kunt dit vorkdoek gebruiken en er zelf mee aan de slag gaan. Of je kunt een training volgen. En in die training gaat het voor mij dan over het drillen van de vraagstelling. En het plaatsen van de informaties op de juiste sporen. En dan de dans te leren om te switchen van spoor. En dan worden gesprekken superrijk. En kun je die complexiteit hanteren zonder dat je psycholoog bent of therapeut. Of oplossingen of adviserend bezig bent.